Yo, wat dan mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Ozen. Vandaag spelen we weer een nieuwe video, nieuwe episode. Kijk, oh, wat een licht. Dit is allemaal mijn lampie. Vandaag spelen we weer Hardcore Survival. Zoals ik heb gezegd, de vorige keer gaan we weer lekker verder met Hardcore Survival. En op ditmaal heb ik eventjes wat eten nodig. Ik moet even wat eten. Oké, eventjes wat eten, wat we hebben gekregen van natuurlijk deze schaapjes. Kijk, wat ik nou trouwens ook ingesteld heb, zoals jullie kunnen zien. Als ik nou sla, en als je oplet naast mijn zwaard... Kijk, daar staat nog een balkje en dan weet ik weer wanneer ik kan slaan. Dus dan weet ik zo, hup, en hup. En dan, ja, nou, ja, is handig. Vorige aflevering was zonder cam. Ik had mijn cam per ongeluk verwijderd in mijn settings. Was niet de bedoeling, alleen het is wel zo gegaan. Ik had hem al opgenomen, alleen het was een beetje verkeerd gegaan. Deze keer wel met cam, als hij tenminste nog niet verwijderd is door mij. Want dat kan allemaal gebeuren. We hopen het natuurlijk niet. Maar ja, oh kijk, we hebben ook nog eiertjes. Kippen bedoel ik. Ik zeg eiertjes, maar ik bedoel kippen. Niet wegrennen. Ja, kring, niet wegrennen. Ik denk dat het slim is om eventjes wat eieren te gaan rapen. Ja, we gaan gewoon eventjes eieren rapen. Moeten natuurlijk wel even op zoek naar een plek waar die kippies zijn geweest. Op dit moment hebben we al 2 eieren. Op zich is het misschien wel een idee om uiteindelijk dus een hokje te maken. Waar ik dan die kippen in kan doen. Ja, ik kom echt niet uit mijn woorden. Maar misschien is het dan een idee om binnenkort dan een hok te maken waar ik dan die kippen in kan doen. En dan gewoon, ja... Ja, misschien gewoon een kippenfarm kan starten. En schapen, dat soort dingen. Ja, het is gewoon leuk om binnenkort te gaan maken. En ik denk dat ik dat ook ga doen dan. Dit idee wat ik nu heb bedacht, ik denk dat ik dat in de toekomst ga uitvoeren. We hebben weer wat blokjes erbij. Omdat ik nou op dit moment een boom aan het hakken ben. Ik hak ook meteen dit blokje even mee, omdat dat heel handig is om eventjes mee te nemen. Deze, oh, ik had hem bijna gehakt en toen ging hij niet meer. Deze mee, dan killen we nog even 1 schaapje. Hup, hup. Hakken we nog even 1 boompje. Het is ook nacht trouwens. Volgens mij kan ik al een bed maken. Dus ik heb 6 wol op dit moment. Dus ik denk dat ik binnenkort ook maar eens even een bed moet maken. Omdat het wel even handig is om te kunnen gebruiken. Oh, 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 dat was een zombie. Oeh, kijk. Dat was een zombie. Ik schrok me in één keer dood. Want ik zag in één keer damage. Ik denk, ik speel toch geen Skywars. Hoe krijg ik nou damage? Nou ja, blijkbaar. Op deze manier krijg ik dus damage. Oké, nou op het stuff. We gaan denk ik nog even terug. Zo. Oké, dit schaapje is dood. Ik zie daar ook schapen. Even kijken, daar zie ik zombies, daar is een creeper, oké, ja, hier moeten we voor oppassen, want het is natuurlijk hardcore, dus als we doodgaan... Oh, eens kijken, hoe bedoel je een plaatselijke bui? Nice. Mijn huis is gewoon nog droog. Oké, ja, dat kan ook tegenwoordig, awesome. Even kijken, ik denk dat ik even eerst een klein hokje ga maken waar ik dan mijn kippen... Of, ja, in dit geval ga ik proberen kippen te krijgen. In kan stoppen. Moet ik nog wel even wat extra hout hebben. Dus ik denk dat ik hem meteen even af ga bouwen. Is natuurlijk wel zo handig. Ik heb natuurlijk 3 deuren gekregen. Die kan ik er nou mooi zo tussen zetten. Nice. Oké, chill. Gebruiken we gewoon op deze manier. Komen we weer eens 1 blokje tekort. Nou, weet je wat? Laat hem gewoon lekker zo. Oh, nou 2 eigenlijk. Deze ook nog. Nou, oké. En dan gaan we denk ik nou maar eens even de eieren gooien. Kijken of de kippen uitkomen. Ja hoor, zal het komen? 1, niet 2... Nee, ook geen kip. We hebben geen kippen gekregen. Hey, wol. Er ligt gewoon random wol op de grond. We hebben geen kippen gekregen. Vind ik jammer. Ik had ook niet verwacht eigenlijk dat we kippen zouden krijgen. Maar ja, zal het krijgen. Handig meegenomen. Hoppakeetje. En hoppakeetje. En je hebt een bed te pakken. Zet hem in het hoekie en je gaat slapen. Het is weer ochtend dus. En dan kunnen wij meteen even kijken. Wat kunnen we doen? We kunnen wat in de oven doen. Oké. Hey, weet je wat? Doen we gewoon. Dus we gaan weer richting de boompies. En dan gaan we weer lekker wat boompies omhakken. Oh, dat is een enderman. Die moeten we niet aankijken. Daar moeten we geen contact mee maken met die enderman. Want dan kan deze serie snel afgelopen zijn. Dan is het 2 afleveringen. Bam. Hardcore. Dood. Oké, mijn ex is dus op. Nieuwe ex. Dikking van stone. Betekent dat we ook weer een stapje hoger zijn daarin. Gaat ook natuurlijk heel makkelijk in Minecraft om meteen van stone. Of van hout naar stone te gaan. Dus dit is niet echt de grootste stap die we nemen. Kip heeft een ei gelegd. Het tweede eitje van vandaag. Kip, heb je een ei gelegd? Je hebt even geen ei gelegd. Alleen op dit moment hebben we weer 2 eieren. Dus kunnen we zo meteen aan het einde van deze aflevering ook meteen weer 2 eitjes erin gooien. En kijken of we misschien dan nog kippen krijgen. Want ja, dat vraag ik me op dit moment af. Want we hebben hout nodig, hout nodig, hout nodig, hout nodig, hout nodig. En echt heel veel hout nodig. Als je het nog niet door had, we hadden hout nodig. Laatste blokje hakken en dan hebben we 35. Oh, dat moet wel lang genoeg zijn. Even kijken, komen we nog wat kippies tegen eigenlijk hier? Want dan ga ik meteen even kijken of ik nog wat eieren mee kan nemen. Altijd chill om mee te kunnen nemen. Eitjes. Ja, een ei. Awesome. Deze kip heeft een ei gelegd. 3 eieren op dit moment. Even kijken. Hier liggen ze natuurlijk ook wel eens tussen het gras. Dus we gaan gewoon even kijken wat tussen ligt. Wie weet liggen hier gewoon wat eitjes. En dan nemen we dat gewoon lekker mee. Want dat is gewoon gratis. Lekker meenemen. Hoppakee. Gratis. Nederlanders houden ervan.
Nou, op dit moment kan ik niet echt eieren vinden, moet ik zeggen. Zullen wel niet echt eitjes meer liggen. Oh shit, ik moet ook eten. Ik merkte ineens dat ik een beetje minder ging lopen. En toen had ik eitjes nodig. Eens even kijken. Oh ja, als we nou richting huis gaan, dan denk ik dat we daar meteen wel weer wat aantreffen. Qua, even kijken. Oh, had ik nog een ei te pakken? Ja, oh, nee, wacht. Ik had er 2 eieren. Ik werd helemaal blij. Ik had er 2 eieren en nou komt er 1 bij. Okay. Ik werd in 1 keer helemaal blij omdat ik een ei had. Ja, nee! Kijk, de blijdschap was toch van vreugde. Heeft deze ook nog een ei? Nee, deze heeft geen ei. Shit! We hebben 4 eieren en 4 kansen weer om lekker een kippen in ons hokje te krijgen. Dus laten we die meteen maar even richting dat hokje gaan van de kippen. Om te kunnen kijken of we misschien een kip erbij hebben. 1, 2, 3. Geen enkele kip, jongens! Ik krijg gewoon geen enkele kip te pakken. Het zal aan mij liggen waarschijnlijk, want ik krijg echt geen enkele kip te pakken. Maken we het alvast even op orde voor de volgende aflevering. Dan pakken we deze en deze erbij. Op zich, oh wacht even, voordat ik ga doen. Een zwaard erbij is ook altijd awesome. Nee, deze. Dan maken we deze. Een bel natuurlijk is altijd handig om mee te nemen. Wat eten en deze. Ik denk dat ik deze even in deze hier ga doen en dan deze erbij. Kijk, ik denk dat het zo wel goed is. En nog, ja, voor de zekerheid nog wel even twee erbij. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het een leuke aflevering. Was een leuke aflevering volgens mij. We hebben een kippenhok. Kijk, we hebben dit kippenhokje gemaakt. Hartstikke tof kippenhokje natuurlijk. En ja, we gaan er veel plezier aan beleven. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je weer een leuke video. Smash dan even op dat blauw duimpje omhoog als je het nog niet gedaan hebt. En ik hoop je weer te zien bij een nieuwe aflevering van Hardcore Survival 1.9. Hier op Ozo. Tot de volgende keer. Ik zeg mazzel.